We gaan lekker zeewier eten, denk ik. Hoppakee. Oh nee, je hebt het verpest. Weer een gat in gemaakt. Ja, dat moet je niet zitten. Ze moet kotsen. Hallo Bonfire Gamers, en welkom bij deze gloednieuwe video. We zijn terug met een nieuwe ontdozing. En vandaag is dat van deze Tokyo Treat. Dat zijn Japanse snoepjes. Snoepjes uit Tokyo. En Tokyo is natuurlijk de hoofdstad van Japan. 3, 2, 1, bam! Wow, dat is een boekje. Maar wat is dat voor boekje? Hij zit de verkeerde kant op. Nee, dat is daar in Azië. Dit is dus het boekje. En dat boekje moet je de andere kant openmaken. Hier staan ook alle dingetjes volgens mij in die in de box staan. Die staan hierop. Zit dat erin? Ik zie iets van Pepsi. Japanse Pepsi drinken. Sakura. Sakura! Dit is gewoon, één grote zak zit bovenop. En dat lijkt inderdaad op chips. Een lekker pepertje staat daar zo. Verder snap ik er helemaal niks van. Er staan echt alleen maar Japanse tekentjes op. Oké, dit ruikt gewoon naar chips. 3, 2, 1. Die zijn lekker. Die zijn heel lekker. Er zit super veel smaak aan. Maar super zout en niet echt heel pittig. Heel lekker deze. Die zet ik erachter even neer. Nu zien we iets meer snoepjes. We pakken gewoon het eerste wat we zien. Dat is dit. Moet je eens vasthouden. Je denkt dat dit misschien best zwaar is. Zo'n zakje met snoep. Maar het weegt helemaal niks. Het lijkt net zo'n... een wortel of zo. Oh ja, zou dit een wortel smaken? Je zak niet, denk ik. Maar wat erin zit misschien wel. Ja, wat erin zit. Het zijn wortelgehakte rijstcakejes. Wat? Hoppakee. Oh nee, je hebt het verpest. Weer een gat in gemaakt. Oh, hij is er helemaal kapot. Oh, dat zijn gewoon van die rijstdingetjes die ook... We moeten gewoon een paar pakken. Nou, moet een handje doen. Nee, ik probeer er eerst eentje. Challenge. Deze kan je ook gewoon in de supermarkt kopen. Dat zijn van die gepofte rijstsnoepjes. Ik vind het niet lekker. En het smaakt naar rot. Deze mag jij mee naar huis nemen. Oh. Nootjes! Of niet? Nee, dit zijn toch geen nootjes? Het lijkt op een nootje. Dit zien wij en het lijken chipjes wat erin zitten. Maar je ziet ook op ergens anders. Dus hier zie je een nootje, maar hier zie je dan weer chipjes. Dit is een aardappel, dit is geen nootje. Als we naar chips kijken. En ik hoor super harde onweer en het wordt ineens donker hier binnen. Uh-oh. Ja? Ja, ik vind er niet veel smaak aan zitten. Het volgende is dat zure spul wat je in je mond stopt en het gaat een beetje knetteren, lijkt het op. Laten we die op het laatst doen, want ik denk dat dat niet zo'n slim idee is dat we dan daarna niks meer proeven ofzo. En het volgende is choco. Dit is choco manaka. Dus je ziet van die losse stukjes die je af kan breken en daarin zit volgens mij heel veel chocola. Een hele rare nasmaak. Ik heb een hete ding nog aan mijn lippen zitten van de chips. Smaakvolle gedroogde noedels. Huh? Oké, dit is echt inie mini. Je ziet het niet eens zo. Cheers. Ik wil mij kapot breken, man. Lekker, het smaakt naar vis. Dit is een portemonneetje of zo. Een heel leuk portemonneetje van Hello Kitty. Oh, dat is zo cute. Wil jij die hebben zeker? Ja. Echt? Die ga ik hebben. Oh. Die is leuk, hè? Ik wou zeggen, die gaan we weggeven. Oh, die gaan we weggeven. Dat is nog leuker. Tenzij jij hem wil hebben. Nee, dat is leuk. Dit zijn koekjes gevuld met pudding. Open. Oké, die moeten we snel openmaken. Ik wil het snel proeven. Dit smaakt echt gewoon als pudding, maar dat hoort gewoon niet in een koekje. Het is extremely populair, dus heel populair te drinken in Japan. Wat is dit dan? Wow, oké. Dat is heel slijmerig. Laat lekker in de reacties weten als jij weet wat we hiermee moeten doen. We gaan lekker zeewier eten, denk ik, toch? Ja, dat is wasabi grilled. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel erg raar ruikt. Oh, dat ruikt echt heel raar. Dat ruikt naar sushi. Wow, oké, we hebben een zwart stukje. 3, 2, 1. Dit is zo zout. Oh. Ja, dat heb je in je gezicht zitten. Dit is lekker. Kijk, in het begin vond ik lekker. Maar dan zie je dat groene waar je komt, wat erin zit. En dat was zo zout. Dat was volgens mij de wasabi. Ik vind... Wow. Holy shit, de onweer is hard hier. Dat vind ik echt niet lekker. Nou, dan zullen we wat even wegspoelen met wat drinken. Want wat we net zagen, Pepsi Sakura. Oh, ik wil drinken. Even alles wegspoelen. Oh, deze neem ik mee. Mm-hmm. Deze neem ik mee, Marnik. Echt. Jij gaat hem echt niet meenemen. Ik neem hem mee. Nee, jij gaat hem niet meenemen. Ik neem hem echt mee. Jij mag deze meenemen. Dit ziet er ook heel lekker uit. Dit zijn chocoladekoekjes, denk ik. En natuurlijk weer een zakje. Oh, die is schattig. Oh, wat schattig. Het is zo cute. Het zijn... Oké, laat maar. Wow. Dat is echt een chocolade-explosiegeur in je gezicht. Oh, de ene kant is zachte chocolade, de andere kant is harde koek. Dus smaakt een beetje naar M&M's.
Dit zijn gewoon kleine visjes, ja, biscuitjes, gevuld met chocola. En dat lijkt heel veel op de andere. Het heet Pooka. Dit is het dus, een visje. Dus smaak naar die. Had je een bakje met chocolade? En dan moest je daar zo'n stokje in dippen en dan zo opeten. Ken je die nog? Oh ja, hey, lekker. Dit zijn noedels. Hier moet je kokend water bij doen. Moeten we doen, ja, maar niet nu. We hebben nog één dingetje hierin zitten. En dat ene dingetje is volgens mij een do-it-yourself kit. Dus bij drie zie je dus een heel beschimmeld bloemetje of zo, lijkt het wel. Maar wat is dit? Dit is gewoon een chocoladebloem met groene thee smaak. We hebben dus dit bakje. In de ene moet het groene spul, dat heb jij nu vast. En dan moeten we straks water hierop doen. En dan gaat het dus heel zacht worden. Oh, dit is groen. Oh, doe het maar erin. En nou dit spul nog. Oh, ik dacht dat je in mijn neus ging stoppen. Nee hoor. Oh, dit is gewoon chocola. Ik ga even bij de kraan, dan ga ik een beetje water erop doen. En dan kan jij met een vorkje vastpakken, kan je het hierin deppen. En daarna in de groene thee spul. En dan moeten we dan En dan eten. Ga jij het opeten. Jij ook. En dan ga jij het opeten. Jij eet het daarna ook in op. Dit hebben we allemaal, maar doe maar eens dat dingetje pakken. En dan doe ik hem eerst in de chocola deppen voor jou. Oh nee, dit lijkt me echt niet lekker hè. Zo, en dan ga ik hem nou deppen in de groene thee spul. Oh, dit ziet er echt niet lekker uit. Dit ga ik dus aan neutje voeren. Ik geef het dadelijk ook aan jou, hè? Ja, nou, probeer maar eens. Is het lekker? Oké, jongens, dit was de video. Ze moet kotsen. Ik ga dit niet proberen, jongens. Skip. Jij moet het proberen! Nee, ik ga het niet proberen. Later. Is het lekker? Chocola is lekker. En het groene spul is niet zo lekker. Nou, dan heb ik nog dit knetterspul wat dus in je mond gaat knetteren, denk ik. Knettert het ook echt? Ik ben benieuwd. Het is niet lekker! Ja, nee. Het doet gewoon pijn! Moet je dat geluid horen? Ja, we hebben alleen nog de noedels en natuurlijk dat drinken voor in de koelkast te zetten. Ik denk dat wij dit gewoon in een vlogje gaan laten zien hoe wij dit gaan eten. Ja. Ik vind dit toch wel een van de leukste boxen die ik ooit heb gehad. Dit was dus de video. Ik vond het weer leuk. Laat weten in de reacties als jullie meer unboxings willen zien. En misschien willen jullie ook wat giveaways van de unboxings. Laat een like achter als je het leuk vond. En abonneer voor meer. En dan hoop ik jullie allemaal de volgende keer weer te zien.